Misschien vind je het wel leuk om even mee te luisteren met Leonie Vestering. Want die hebben we aan de lijn. En dan komen we natuurlijk op de Partij voor de Dieren. Want Goedemorgen. Ja, hangt de vlag al uit? Nou, het is wel fijn wakker worden, want we staan op dit moment op 6 zetels. Wat groei voor ons betekent. Gisteravond gingen we met 5 zetels naar bed, dus dat vond ik wel heel spannend. Maar het is fijn wakker worden zo. Ja, want u komt ruim in de kamer, hè? Kostje is gekocht. Ja, dat komt goed. Ja, daar heb ik me ook nooit zorgen over gemaakt. Maar ja, zeker de urgentie is er ook om te groeien als Partij voor de Dieren. Als je kijkt naar het klimaat, als je kijkt naar dierenwelzijn, als je kijkt naar de natuur en biodiversiteit. Dus ik vind het heel erg fijn en heel erg knap, ook als je kijkt naar al die rode cijfers, dat wij als Partij voor de Dieren in het groen zitten. Ja, hoe heeft u de uitslag gisteren meegekregen? Ik was in Den Haag, het Theater Het Spui. En ja, we konden helaas niet met veel kandidaten bij elkaar zijn. Dus ik heb samen met kandidaat nummer 1, 2, 3 samengezeten om via Zoom met 500 leden in een sessie te zitten. Oh ja. En u moest een beetje ingetogen juichen ook? Ja, wel een beetje. Ja, het blijft spannend. Je hebt een exit poll, dus je weet het niet helemaal zeker. Dus als er de definitieve uitslag er is, dan ga ik helemaal los. Maar zoals ik al zei, ik maak me niet zo'n zorgen voor mijn eigen plekje. Nee. Maar ja, wel voor de fractie zelf natuurlijk hoop ik echt dat we naar die 6 zetels stijgen. Ja, dan gaan straks natuurlijk de taken verdeeld worden, hè, binnen de partij. Bij welk onderwerp steekt u nou meteen uw vinger op? Ja, bij dierenwelzijn. Ja, dat is echt een onderwerp wat mij heel dicht bij het hart ligt. Dat is natuurlijk bij iedereen binnen de partij het geval. En ik heb heel veel ervaring op dat gebied. Natuurlijk vanuit Wilde Dieren de tent uit en Bond voor Dieren. Dus dat is iets waar ik me heel graag heel hard voor maak. Hoor ik u nou goed, mevrouw Vestering? U noemt niet in de vorige zin de Oostvaardersplassen, waar ik veel in de Staten over gepraat heb. Nou, dat is ook... Dat is ook dierenwelzijn, toch, voor u? Ja. Zeker, ja. En dat valt in de portefeuille LNV. Dus dat is landbouw, natuur en voedsel. Dus dat zou betekenen, en wat wij altijd hebben gezegd, is dat we het belangrijk vinden dat de verantwoordelijkheid over de Oostvaardersplassen teruggaat naar de Tweede Kamer. Dat ik me daar ook voor sterk van kan maken daar. Juist. En nu ook op zoek naar woonruimte in Den Haag? Nee. Ik blijf lekker in Almere wonen. Goed zo. Dus ik zal het zeker niet inruilen. En hoop zo ook een klein beetje natuurlijk de belangen van mensen in Flevoland in de Tweede Kamer te kunnen behartigen. Gaat u kaartpoelen met Ulis Ellian? Nee, dat denk ik niet. Nee, samen in de trein? Corona, dan is dat heel lastig. Ja, dat is waar. Maar en ik moet ook zeggen, onze agenda's zullen vast niet helemaal op elkaar aansluiten. Oh, heb je dat weer. Maar het is hartstikke leuk dat hij ook... richting de Tweede Kamer gaat. Zeker. Ja, maar qua Flevolandse belangen wordt er wel eens in de toekomst straks wat afgekaart, denk ik, onderling. Zou het? Nou ja, ik kan me voorstellen dat het makkelijker is om een en ander met elkaar af te stemmen. En dat natuurlijk allebei een groot hart hebben voor de belangen van Flevoland. Ik kan me wel voorstellen dat die niet altijd hetzelfde zullen zijn. De belangen die wij zien als Partij voor de Dieren en de VVD. Dus die zien misschien wat verschillen. Als je kijkt naar Lelystad Airport bijvoorbeeld. Ja, dat wordt nog een uitdaging. Zo noemen ze dat dan toch? Ja, maar goed, dat kunnen wij ook heel goed met elkaar op een vriendelijke manier afstemmen met elkaar. Goed zo, daar kom je tenslotte uiteindelijk het verst mee. Dank voor nu.